De volle maan, tragisch die avond, was reeds vroeg, nog in de laatste dagschemer opgerezen, als een immense bloedroze bol. Vlamde als een zonsondergang laag achter de tamarindebomen der lange laan en steeg, langzaam zich louterende, van haar tragische tint in een vage hemel op. Ja, zo kennen we natuurlijk Louis Couperus. Dit is de eerste zin uit het boek De Stille Kracht. En wat een prachtige zin is dit. Maar je moet er natuurlijk wel van houden, van dit soort impressionistisch taalgebruik, zoals dat dan heet, waar aan die lange zinnen met veel bijvoeglijke naamwoorden voorkomen, om een sfeer neer te zetten. De sfeer is belangrijker in zo'n zin dan eigenlijk de gebeurtenis. Want wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Ja, de volle maan, is dat eigenlijk wel nodig? Moet je om een verhaal te beginnen, om een boek te beginnen, wel iets zeggen over wat zo'n volle maan dan doet? Nou ja, niet per se. Je kunt het ook veel korter zeggen. Je kunt het ook gewoon helemaal weglaten. Is het ook belangrijk dat die maan vol is? Nou ja, nee, eigenlijk niet. Weet je, het kan allemaal weg. Het kan allemaal geschrapt worden. Zo'n boek van Couperus, ik zou bijna zeggen, alle boeken van Couperus kunnen de helft dunner. Maar is het niet dat wat Couperus Couperus maakt? En niet alleen Couperus, het was een soort algemene stijl uit die tijd, maar Couperus was toch wel een grootmeester daarin, in dit soort zinnen. Hierin wordt meteen heel veel gezegd. Hierin wordt meteen van alles neergezet om een boek te beginnen. Het is dus inderdaad de sfeer. En ook dat het tamarindebomen zijn, dat zegt ook wel iets. Dus, en dat het volle maan is, dat zegt ook wel iets. De volle maan is een betere, een mooiere maan dan een halve maan. Als je zegt, ja, de halve, hoewel dat natuurlijk ook iets zegt. Zo'n eerste zin zegt. Dus volle maan is geheimzinnig. Bij volle maan gebeurt er van alles nog wat. Bij volle maan ga je drie rondjes rond de Heilige Eik dansen om van je verkoudheid af te komen. Of weet ik veel wat. Dat is altijd bij volle maan. Bij volle maan veranderen mensen in weerwolven. En dat is niet bij halve maan of bij wassende maan of hoe het ook allemaal heet. Nee, dat is altijd volle maan. Dat zegt dus iets. Dat zegt iets geheimzinnigs. De volle maan in een literair werk heeft per definitie iets geheimzinnigs. En wat is die geheimzinnigheid dan? Dat is in dit geval de stille kracht. Dat is, in de woorden van P.A. Daum, guna guna. De stille kracht, we zitten hier dus meteen in Nederlands-Indië. En het is volle maan de geheimzinnigheid ten top. Dat is waar het boek over gaat. En dat is hoe dat je het boek moet lezen. Dat is eigenlijk het thema van het boek. Hoe moeten we dit boek dan verder plaatsen? Het gaat over Leonie van Oudijk. En Leonie is een vrouw die van het leven houdt. De achterkant, de achterflaptekst zegt: de tropische druk, de dreiging van het onbekende, de zwoele sfeer van decadentie en angst rond de mooie Lady Blanke erotische residentsvrouw Leonie van Oudijk. Oh, wacht even, ze wordt hier al gezegd decadent. Ze is mooi, ze is Lady Blank, ze is erotisch en ze is ook nog dan een residentsvrouw. Dus ze is ook nog in de hogere regionen, moeten we dit vinden. En hier komen er van allerlei dingen komen er samen in de stille kracht. Dit is uiteraard een naturalistische roman. Het gaat over, onder andere ook over afkomst. Dat het zijn residentsvrouwen betekent dat het ook zich afspeelt in een bepaald sociaal milieu. Het is een Indische roman, want het speelt zich af in Nederlands-Indië. Het is ook een soort sensitieve of sensitivistische roman, want het gaat allemaal om geheimzinnigheid. En tenminste om gevoelens daarom. Het is een mystieke roman, want het gaat om die geheimzinnigheid. En dat staat ook eigenlijk allemaal al in die eerste regel, in die eerste zin moet ik zeggen. Die eerste zin zegt heel veel over een boek. Hè. Dus als bijvoorbeeld de eerste zin van Oeroeg van Helle Haas was: Oeroeg was mijn vriend. Ja, dat woordje was is daar heel erg belangrijk in. Het is dus mijn vriend niet meer. Dus daar staat heel veel. Of bij Nooit meer slapen van W.F. Hermans. De portier is een invalide. De portier is iemand die de deur open doet. Dat is al een invalide. De eerste zin is de zin die de deur open, die de deur is naar het verhaal. En als die deur dus invalide is, die portier, dan betekent dat er heel veel gaat mislukken in zo'n verhaal. Nou, lees Nooit meer slapen, want er mislukt van alles en nog wat. En zo is dat bij de stille kracht dus ook. Deze lange eerste zin over die volle maan, daar zit dus ook van alles en nog wat in. Daar zit dat naturalistische in, daar zit het soort voorspellende in, daar zit het mystieke zit daarin.
Tegelijkertijd weet je als lezer nog helemaal niks. Dus, ja, daar moet je het boek natuurlijk ook voor lezen. Dus er zit ook het geheimzinnige zit hierin. Een doodse stilte spande alom als een sluier van zwijg. Of na lange middagsjesten de avondrust zonder overgang van leven begon. Ah, de tweede zin is dat er leven komt. Er komt leven in de roman. En dan gaat het leven. En dan gaat het eigenlijk een beetje beginnen. En dan komen al die elementen komen netjes samen in de geheimzinnige stille kracht. En hoe het dan verder afloopt met Leonie van Oudijk. Dat is waar het boek dan vervolgens over gaat. En ja, en echt, nou, misschien moet je het boek ook maar echt lezen bij volle maan, dat het dan nog betekenisvoller wordt.